Na de felicitaties ging de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, die ging in op de situatie die in het binnenland was ontstaan na de introductie van een nieuwe tarievenlijst door de medische zending. Er is namelijk overleg gevoerd met het bestuur van de medische zending. We moeten zeggen dat het een zeer vruchtbaar gesprek is geweest. Met als resultaat dat het besluit voor het vragen van out-of-pocket betalingen van bezoekers van de medische zendingposten per direct ingetrokken wordt. En dus dat iedereen weer voor zorg naar de medische zendingposten kan gaan. Het is nimmer de bedoeling geweest van de regering om de samenleving op te zadelen met eventuele subsidieachterstanden. Waar overigens goede afspraken over zijn met de medische zending, om de samenleving daarmee op te zadelen. Dat is iets tussen de overheid en de medische zending. De dienstverlening moet gewoon onverkort voortgezet worden. We hebben ook afgesproken dat we hebben de liquiditeitsbehoefte opgevraagd bij de medische zending tot eind van het jaar, zodat we de financiële planning kunnen maken met de minister van Financiën. Over de middelen die beschikbaar gesteld moeten worden voor de medische zending om haar werk namens de overheid te kunnen blijven doen. En we hebben ook afgesproken dat wij in verband met de wet Nationale Basiszorgverzekering, maar tegelijkertijd ook de zorgplicht van de overheid voor de bewoners van het binnenland, dat we in een versneld tempo de verzekering van de bewoners van het binnenland zullen continueren, maar nu in een verhoogd tempo, door middel van een uitvoeringscommissie die zal bestaan uit vertegenwoordiging van sociale zaken, vanwege de infrastructuur die het ministerie van Sociale in het binnenland heeft, regionale ontwikkeling om dezelfde reden, het ministerie van Volksgezondheid, het uitvoeringsorgaan en Stichting Staatsziekenfonds. Het SZF heeft volgens de minister de afgelopen tijd bewezen in een hoog tempo tienduizenden mensen te kunnen opnemen in haar bestand. Deze mensen zijn gescreend en voorzien van een pas. De bewindsman benadrukte dat niemand dus hoeft te betalen bij de medische zending.